Genoeg ditjes en datjes zijn er te halen uit het shownieuws. Ja, heel veel ditjes, maar vooral ook datjes deze keer. En dat hoor je van Vanessa Bontje. Vanessa, goedemiddag. Goedemiddag daar. Hallo daar. Hoe gaat het? Hallo. Met ons gaat het goed. Hartstikke goed. Sinterklaas weer in het land. Ik ben hartstikke blij. Ik heb een schoen gezet vanmorgen. Ik wou zeggen, hij is al geweest. Ook jullie zie ik. Ja, ja, absoluut. Pakjes. Leuk. Ja. Het cadeautje van Sinterklaas voor Arnoud. Hij mag het straks uitpakken na de uitzending. Oh, ik heb het hem ook al gehad. Mijn naam staat hier niet meer op, hoor. Nee, heb je die jouw pakje al gepakt? Die andere heb ik al opengemaakt. Echt, maar wat zat erin? Ja, douchegel. Oh, wat leuk. Ja, was een stille hint van de Sint. Nou ja. Dus een hint Sint. Hartstikke goed. Wat is het shownieuws, Vanessa? Ja, dit gaat niet over hintjes, hoor, wat ik hier heb. Want Dreetje Hazes, die gaat natuurlijk wel degelijk met privé aan de gang, hè? Ja, spant de rechtszaak aan, hè? Ja, die heeft Peter R. de Vries als bondgenoot daarin gevonden. Wat ik wel begrijp, want Evert Zandgoed, de hoofdredacteur van Privé, en Peter R. de Vries zijn al heel lang geen vrienden van elkaar. En Peter die is natuurlijk toch mede-eigenaar van een advocatenkantoor. En die hakt wel vaker met een bijltje. Waar anderen niet zoveel zin in hebben misschien. Maar hij ziet waarschijnlijk toch genoeg gronden voor Dreetje om Evert aan te pakken op het plaatsen van die foto van zijn zoontje op de cover. Hè? Hoezo? Wat is het probleem daarover? Nou ja, mensen zien het als een soort misbruik. Hè? Ondanks dat dat jongetje overal op sociale media wordt gegooid door beide ouders. Ja. In de soap ook zit natuurlijk. Ja, en een commercial is hier ook te zien. Nou ja, goed, maar dit is dan natuurlijk weer financieel gewin van een derde over de rug van een klein kind. Ja, ja precies. Ja, ja. En ik denk ook, heel eerlijk gezegd, dat Evert met die kop die erbij stond, van kleine jongen, hoe ga je het hem vertellen? Ja, dat hij daar eigenlijk misschien ook wel ontzettend de vinger op de zere plek. Wat vind jij zelf daarvan? Want je hebt met hem gewerkt, met Evert Zandegoed. Wat vind jij van dit? Vind je dit een mooie kop? Of zeg je van, nou, dit gaat ook wel een beetje ver? Wat vind jij er zelf van? Ik vind de kop prachtig. Oké. Okay. Ja, kan jou niet ver genoeg echt gaan, hè? Ja, echt. Ja, nou, wel ver genoeg, hoor, dat wel. Mm-hmm. Maar het is een hele confronterende. En ik vind het weer niet zo heel erg handig dat Dreetje hier dan mee aan de slag gaat. Hij is ergens wel een punt, hoor. Ik snap het ook wel weer. Want ja, even probeert natuurlijk bladen te verkopen. En dat wordt dan niet chic gevonden. Maar hé, hallo, hoe het ook allemaal ging, dat loog er natuurlijk ook niet om, hè. De ene dag wordt de breuk bekendgemaakt. En amper een dag later weten we dat het Britje is voor wie die is gevallen. En ja, dat zelf om de havenklap foto's plaatsen van je kind. Ja, dat helpt ook niet. Even had het nooit gedaan, denk ik, als hij niet eigenlijk dat zo als hij dat kind buiten de schuimwerpers had gehouden. Gezien. Ja, ja. Ja. Ja, nou ja, goed. En André Hazes zelf zegt ook, mijn leven is echt in een hel veranderd, hè? Een week, hè? Een week. Een helweek. Ja, en ik vind het eigenlijk ook een beetje. Ik vind het een hele lieve jongen. Een hele lieve stuiterbal. Ja. Maar hij moet wel een klein beetje de dingen in perspectief plaatsen. Hij weet al jaren dat elke scheet die hij laat op Instagram wordt ontzettend nauwlettend in de gaten gehouden. Ja. Alles eigenlijk wat hij en zijn zus online zetten, dat wordt heel erg gevolgd. Dat waren bij de Telegraaf al en bij ditjes en datjes.nl ook vaak beter gelezen berichten dan alle anderen. Ja, dat weet hij ook. Daar eet hij al jaren van. Hij heeft hier al jaren ook zijn profijt van. Ja, ja, nu is het eventjes, weet je. Hij is verliefd geworden. En met Monique was het al een tijdje uit en moeilijk en noem maar op. Ja, dit hoort er wel bij, hoor, denk ik dan. Even weet je wat het ook is, Vanessa? Ik denk, hij heeft nu inmiddels zoveel mensen om zich heen lopen. Hij heeft nu zijn eigen management. Zijn eigen persoonlijke manager heeft hij om zich heen lopen. Hij heeft één ding vergeten. Om een goede woordvoerder, een goede persadviseur in dienst te nemen. Ja, inderdaad. Want af en toe denk ik wel eens van, goh joh, misschien had je daar even je mond moeten houden. Ja. En daar juist misschien je mond open moeten trekken. Ja. Maar goed, dat is nou één keer niet zo. Ik denk dat hij wordt een beetje heel rap volwassen inderdaad, denk ik, media-wise, binnen een week. Ja, volwassen, dat is nog maar een tweede vraag natuurlijk ook. Want bij elke zin die hij toch weer praat en die hij zegt en het probeert goed te praten, weet je wel. En in sommige dingen heeft hij ook wel een beetje gelijk ook, maar dan zegt hij daar weer iets
achteraan. Waarvan ik dan denk van, oh, zeg dat nou weer net niet erachteraan. Weet je? Dat hij zo'n grote auto nodig heeft omdat hij altijd over stoeprandjes heen knalt en dat hij overal tegenaan botst. Ja, dat denk ik van, we houden Nederlanders ook helemaal niet van. Dat valt niet in goede aarde op dit moment. In dit geval, nu op dit moment, is wat jij ook zegt, wees dan maar eventjes de underdog, zeg maar, en trek je eventjes terug in je schuilplaats en laat even gewoon niet van je horen en zien. Wie geschoren wordt, moet stilzitten. Ja, heel erg. En dat had ik in zijn geval, had ik dat absoluut hem aangeraden als ik zijn persdame was geweest. Maar goed, hij heeft jou niet, en dat is ook duidelijk. Ja, inderdaad. Ja, je hebt wel de leeftijd voor trouwens. Ja. Ja, dank je. Ja. En voor wie het heel goed, met wie het heel goed gaat, is Bonnie. Die is vandaag jarig. Maar het beste nieuws daarvan vind ik wel dat ze zelf heeft verteld aan Evert notabene dat ze al 15 maanden droog staat. Oh. Kijk, en dat is iets wat ik er eigenlijk niet van had zien komen. En drink je nog wel? Van haar gehoopt. Nou ja, water. Ja, water. Okay. Dus ze gaat vandaag wel proosten op de verjaardag, maar dan gewoon water met bubbeltjes. Oh. Dus en ik hoop van harte dat ze het voor altijd vol blijft houden. Want die vrouw die heeft zichzelf echt meerdere keren tot op het randje gebracht. Ja. Ja. Ze is vandaag jarig. Ja. Dus. Gefeliciteerd. Bonnie van Arnoud, Vanessa en mij. Dankjewel.